11 maart 2017 RVVA bezoekt Oud-Zuid in Amsterdam voor de wedstrijd tegen Zwift. Zwift staande op de 5e positie in de hoofdklasse A. RVVA vinden we terug op de 11e positie. Dan de eerste actie van de Ridderkerkers. Julian Akatowski met de bal richting Benjamin Marta. Gaat de bal onder Mike Ruiter door of over Mike Ruiter heen. Die gaat er onder door, maar is dan tijdig om het schot van Marta te blokken. Dan de thuisploeg met een cornerbal. Ingekopt door de nummer 4 Mike Ruiter. En dan is het onder andere Danny Spelde die voor opruiming kan zorgen. Dan komt de RVVA hier verder schadevrij uit. Bal weggetroffen nu door Dirk van Leenen die ook in de basis stond deze middag. Niet al te veel publiek in Amsterdam, maar dat is daar gewoon zo rond de 100 tot 150 toeschouwers. En dan zal het een heel eind ophouden. Julian Akatowski. Balletje breed richting Benjamin Marta aan de andere kant. Kapt dan zijn man uit en vindt dan wederom Julian Akatowski. Maar die schiet dan niet hard genoeg in, waardoor keeper Tering niet verrast kan worden. En blijft de stand gewoon 0 tegen 0. Dan krijgt Daan van Bentum daar de bal niet weg. En wordt Benjamin Marta de diepte, de ruimte ingestuurd. En dan moet Daan van Bentum corrigeren. En die doet dat dan dusdanig dat scheidsrechter Van der Pol besluit tot het geven van een rode kaart. Omdat het een doorgebroken speler zou zijn. Nou, daar loopt ook nog een Jouke Spanninga naast. Die loopt eigenlijk nog met hem mee. Het zou misschien wat zwaar gestraft kunnen zijn. Net buiten de 16 krijgt RVVA dus een vrije trap. En belangrijker, Swift moet met 10 man verder. De vrije trap in de muur geschoten door Julian Akatowski. En dan levert dat verder voor RVVA niets op. RVVA werd daarna de meer overheersende partij. Hier gaat Steve Suarez, snijdt hij goed de 16 binnen. En komt hij oog in oog met keeper Siewert Tering, maar die is dan de balmeester. En zo gaat een kans voor RVVA verloren. Dan een verre ingooi van Rodney Lopez Cabral. Bal via Caetano dos Santos weer terug bij Cabral. Die komt dan met een goede voorzet. Dan is het in de spits Benjamin Marta. En dan kan die bal nog gered worden. Dan is het Steve Suarez die inzet. Maar dan is het Siewert Tering, de keeper van Zwift, die daar goed weet te redden ten koste van een cornerbal. Bal op het middenveld. Even een partijtje hoog houden. En dan wordt in de ruimte weggestuurd Ron Rozenhart aan de linkerkant. Ontdoet zich dan van Dirk van Leenen. En dan valt de bal voor de voeten van Max Gerard van Wakeren. Maar dan kan Dino Rodriguez de Pina weer opruiming houden. En die is hier aan de tweede helft begonnen. De ruststand was derhalve 0 tegen 0. De voorzet of het schot van Julian Akatowski is dan een makkelijke prooi voor Siewert Tering. Dan Caetano dos Santos. Bal breed naar Papito Merencia. Die plaatst hem door naar Rodney Lopez Cabral. Gaat dan zijn tegenstander voorbij. Komt dan met een voorzet of is het ook een schot? In ieder geval de bal ketst af op de kruising en belandt achter de goal. Robert Kooijman ingespeeld richting Julian Akatowski. Gaat daar handig zijn man voorbij. Probeert dan te schieten, maar dan wordt het schot geblokt. En valt de bal weer voor de voeten van Caetano dos Santos. Krijgt hem terug van Dino Rodriguez de Pina. Dan gaat hij in combinatie aan. Met Julian Akatowski valt de bal voor de voeten van Benjamin Marta. En die lijkt te gaan scoren. Maar dan staat de paal een treffer van de Ridderkerkers in de weg. Een mooi uitgespeelde aanval van RVVA. We gaan het nog een keer zien in de herhaling. En dan denk ik dat hij via de binnenkant van de paal wel in het doel zal vallen. Maar dat is dus niet het geval. Even later een cornerbal. Weggekopt en dan in één keer op de pantoffel van, door Robert Kooijman. Maar de bal die gaat een meter over de goal bij Siewert Tering. Caetano dos Santos. Bal gespeeld richting Steve Suarez. Goeie acties. Zijn schot geblokt. Valt dan voor de voeten van Merencia. Maar die zijn schot draait af. En eindigt achter de achterlijn. Dan een vrije trap voor de thuisploeg. Het is een schot van Dennis Dinkgraven. Maar dat kan makkelijk gepakt worden door Danny Spelde. RVVA had zeker in die tweede helft niet al te veel te duchten van Swift. Het was alleen voor RVVA zorg om te zorgen dat die goal een keer valt. Want het is nog steeds 0 tegen 0. Ondanks dit schot van Julian Akatowski. Dan een vrije trap op het hoofd geplaatst van Caetano dos Santos. En die plaatst hem met een achterwaartse kopbal over keeper Tering heen. En een kwartier voor tijd komt RVVA op 0 tegen 1.
gaan het nog een keer zien in de herhaling. De vrije trap van Julian Akatowski op het hoofd van Caetano dos Santos. En met een gemikte kopbal gaat hij over de keeper heen. RVV leidt en heeft dan eindelijk die verdiende voorsprong te pakken. Want daar was ze toch wachten op. Dan een voorzet van de linkerkant. Gekopt door Mike Ruiter, maar midden in de handen van Danny Spelder. Zien ook deze mensen op het mooie complex van Zwift. 2 jaar oud. Dan moet Caetano dos Santos zich melden bij de scheidsrechter. Even ervoor had hij geel gehad. En hier ziet hij voor deze overtreding nog een keer geel. Met andere woorden, ook RVVA wordt gereduceerd tot 10 man. In 2 minuten tijd 2 gele kaarten voor hem. Mocht u nou genoten hebben van deze video, dan kunt u ons natuurlijk altijd een like geven op YouTube. Daar zijn we er zeer content mee. Terwijl er hier weer een kans is voor de invaller. Jorrit Strakke van Zwift. Die dan Dino Rodriguez de Pina te slim af is. Maar de schot belandt in de handen van Danny Spelde. RVVA met man en macht moeten ze dan toch die voorsprong verdedigen. Want optisch wordt dan Zwift toch sterker. Dan is het toch voor RVVA achterin af en toe wat billen knijpen. Dan in de laatste minuten. RVVA krijgt wat ruimte voor een uitval met hier onder andere Stevie Soares die een kans krijgt. Maar dan is het keeper Siewert Tering die zijn ploeg op die 0-1 achterstand laat staan. Anders had daar toch de voorinscheiding zeker geweest. We zitten inmiddels zo'n 5 minuten in de blessuretijd. Dan moet er een uitbal genomen worden door Zwift. Gaat de bal naar de aanvoerder, Rutger de Vries. En dan rolt er een tweede bal het veld in. En dan trapt hij hem heel hard richting de RVVA-bank. En dat is dan scheidsrechter Van der Pol niet ontgaan. Maar ook dat leidt dan tot een opstootje langs de lijn. En dan heeft scheidsrechter Van der Pol Rutger de Vries wegens onsportief spel een rode kaart voorgehouden. En eindigt deze wedstrijd zodoende dus met 3 rode kaarten. Maar wat veel belangrijker is, is dat de wedstrijd eindigt in 0-1 voor de Ridderkerkers. RVVA behaalt een verdiende zege in Amsterdam. 3 punten opgehaald. En dat werd weer een keer tijd na de laatste overwinning bij Sliedrecht uit eind november. En na afloop van deze wedstrijd hebben we nog interviews opgenomen met Mark Evers, de trainer van Zwift. De doelpuntenmaker Caetano dos Santos van RVVA en met de RVVA-trainer Giovanni Franke. En dat alles te zien op RVVA TV.